Welkom bij deze nieuwe video en in deze video ga ik de beste voetballer aller tijden nadoen, genaamd Messi. En aan het einde van de video laat ik mijn top 3 goals zien. Dus laten we gaan beginnen met dag 1. Dit is dag 1. En we gaan schieten, gewoon vandaag gaan we gewoon schieten om te kijken waar we staan. En dan vanuit de week als het goed is worden steeds beter. Maar nu gaan we gewoon schieten zoals ik denk hoe Messi schiet. En dan naarmate de week verder gaat, wordt het meer hetzelfde als Messi. Dus laten we gewoon gaan beginnen met het schieten. Dat is heel mooi. Weet je, ik heb altijd, mijn eerste schot is altijd super slecht. Zoals je nu hebt kunnen zien, de eerste gaat er nog wel aan, die andere twee gaan altijd slecht. Eentje moet weer over de borst, moeten we weer halen. Ik heb potkoek aan. Wordt weer een lange dag dit. Oh! Oh! Hey, dat is eigenlijk heel knap. Zag je dat precies tussen het net door? Ik zag het, ja. Weet je, net maakt niet uit. Dit was sowieso een goal geweest, maar het is niet mooi genoeg voor het beeld. Ja, dat is wel netjes. Ja, dat is wel nice. Net als dit. Oh nee. Messi ben ik tegenwoordig. Messi! Dit schot was echt insane. Maar we gaan nog door, maar we gaan nog 2 keer schieten. Dan hebben we al 100 keer geschoten. Dus dat is genoeg voor de eerste dag, 100 keer schieten. Oh, 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 oh. Dit was dag 1, maar we schieten nu nog niet echt als Messi, nog gewoon als Tino. Want ik schiet gewoon nu, als hoe ik denk, hoe je de curl schiet. Dus voor de volgende dagen gaan we meer als Messi. We hadden vandaag wel al 2 schoten die top 3 waren zijn. Eentje is sowieso top 3 en die andere is nog... En misschien kijken wat de rest van de week zegt. Maar voor de volgende keer gaan we wel verder weg staan. En dan natuurlijk meer als Messi. Dat is wel leuk, hè? Want het is natuurlijk als Messi schieten en niet als Sinho. Welkom bij dag 2. En in dag 2 ga ik een workout doen die Messi ook doet. Ongeveer. Waarschijnlijk is het niet hetzelfde. Maar hij heeft vast wel deze oefeningen ook gedaan. Het zijn namelijk 5 oefeningen. En dat doe ik in een circuit. Dus dat doe ik allemaal 1 keertje achter elkaar. En dan ben ik klaar. Oké, dan gaan we beginnen met de workout. De eerste zijn jumping lunges. 19, 20, 21, 23, 24, 10, 11, 12, 10, 11, 10, 11, 12. Dit was dag 2. Ik voel dat best wel. Moet je nagaan als je bijvoorbeeld 3 rondjes doet. Nu denk ik er maar 1. Even om te voelen hoe het voelt om ook erbij te fitnessen. Dus dat ging goed. En dan zie ik jullie bij dag 3. We gaan beginnen, maar mensen doen maar 3 stappen zetten voordat hij schiet. Bij de 3e stap schiet hij al, dus we hebben een korte aanloop. We gaan nu wel van iets verder weg schieten, de vorige keer waren we iets dichtbij. Dus iets verder weg en iets meer schieten als Messi. We beginnen de dag altijd even met een paar slechte schoten. Even eruit schieten, even eruit schieten. Eén, twee, drie. Als die raak was geweest, was het oprecht de beste schot uit mijn leven. Die was letterlijk weer hetzelfde en net niet op de kruising. Korte aanloop, Messi, kleine voetjes. Voilà. Je weet dat het was gelukt, eerlijk. Wat is er met die paal, gast? Oké, dit schot was echt... Zo unlucky, wat ik nu doe, geen idee. En zo bleef het een beetje doorgaan. Net niet goed genoeg, net niet kruising, net over. Het zat gewoon niet mee die dag. Perfect kruising, ja. Ja, maar ik lach weer, maar gewoon pijn in mijn ogen. Dag 3 is voorbij. Het ging wel heel erg goed. De schoten gingen elke keer bijna perfect, maar net niet. Dus nu gaan we naar dag 4. En in dag 4 gaan we nog even de tutorials kijken, zodat ik voor dag 5 perfect weet wat ik moet doen.
Oké, dit is dag 4 en vandaag ga ik gewoon eventjes wat tutorials kijken hoe Messi dus eigenlijk een freekick schiet en daarna wat dingen voor mezelf opschrijven en dan ben ik er klaar voor. Laten we gaan beginnen. Hier zat ik te kijken naar wat standaard tutorials, die gingen over de curl shot, zodat ik even weer alles op een rijtje heb voor morgen. Hier ging ik voor mezelf even alles opschrijven, even de tips, dus ik ben ready. Zoals je hebt kunnen zien, ik heb wat tutorials gekeken, ik heb wat dingetjes opgeschreven voor mezelf, dus nu ben ik ready om alleen maar goede schoten te schieten in dag 5. Oké, dit is de laatste dag, dag 5. Gewoon alles toepassen wat we hebben geleerd en gewoon nog even de top 3 erin schieten. Let's go! Oké, gaan we beginnen met de laatste dag. Eerste schot. Niet weer zo'n dag, alsjeblieft. Haha, het wordt weer zo'n dag. Hoe kan dat? Dat is toch gewoon eentje, niet? Messi op de back, top 5 eerlijk. Trouwens, ik besef dat ik eigenlijk alleen maar lange hoek schiet. Ik schiet nooit korte hoek. Even een paar keer ook een korte hoek schieten, moet ook even kunnen, toch? Niet weer. Dit was precies hetzelfde als ik een flashback. Alweer lat uit. Ja, ik heb hier 2 ballen in liggen. En al deze beesten, koeien, weet ik, wat staat er omheen. Daar ligt er 1. Kijk hoe ze me aankijken, ik kan hier toch niet in. Hey, ze komen echt dichtbij. Maar ze hebben horns, anders had ik het wel gedurfd. Nu durf ik niks. Wat is er? Wat moet ik doen? Wel 1-2. Ik weet niet wat het is, boys. Ik weet het echt niet. Oké, okay, dit was mijn laatste schot. Oké, dit was de video. De top 3 komt eraan. Het waren aardig goede schoten. Ik ben in ieder geval een stuk beter geworden in het schieten van een curl. Want zoals je zag, ik had veel goede schoten of net niet. Beetje lat en zo, dat soort dingen. Dus vond je de video leuk? Blijf hem omhoog. Abonneer als je hem wil zien. En dan zie ik je bij de volgende video. Later. Hier komt top 3 aan.